Ik vond het vroeger altijd heel leuk om met mijn handen gewoon lekker te knutselen en vooral met Lego gewoon dingen te bouwen en te creëren. Toen ben ik in het buurtcentrum gaan beeldhouwen. Ja, maar ik vond het zo leuk en de leraar zegt van nou, dat gaat wel goed. Dus nou, dan ben ik tot mijn 16e ben ik doorgegaan. Ging zien interesse in beeldhouwen en sieraden maken. Misschien moet je een keertje in Schoonhoven gaan kijken voor goudsmid. Creëren van iets uit technisch bezig zijn vind ik gewoon heel geweldig. Vind ik echt helemaal tof. Ik ben ook heel gek van titanium. Gewoon omdat ook heel makkelijk de kleur is met de vlammen, ook heel mooi. Je kan ook titanium proberen met analyseren, dus een elektrolyse is dat elektriciteit. Maar ik vind het leuker met de vlammen, je bent actiever ermee bezig. Je bent meer gecontroleerd met de vlam bezig en je moet goed in de gaten houden of de kleur wel mooi gehaald wordt. Vaak is het een variatie op mijn bestaande sieraden uit mijn collectie. Al opdracht gekregen voor een paar trouwringen. De klant helpen na het maken van een mooie sieraad, wat bij hun past. Gaandeweg begin je met één sieraad. Dan maak je een heel web van tekeningen. En uit het web haal je ook weer één sieraad. Dan denk je van nou, dit is het. En dat ga ik dan maken. Als een sieraad echt leuk is, dan begin ik om 12 uur en dan ben ik 5 uur verder en denk ik van goh, hoe laat is het eigenlijk? Toch uit niets, gewoon een plaatje materiaal of een stuk draad, gewoon een heel mooi sieraad maken. Ik wil gewoon ja, creativiteit met al wat delen. Dat is eigenlijk uiteindelijk mijn doel in het hele plaatje.